Van de Wel senior. Ja, zeker. Je bent waarschijnlijk vreselijk trots. Nou, geweldig, kunt u er zeker in denken, dacht ik. Nerveus geweest de laatste week? De laatste helft van het toernooi, ja. Toen begon de spanning te groeien. Want toen zagen we de kans en de mogelijkheden die hij had. Van tevoren dacht je er niet aan. Maar de laatste paar dagen vooral, dan zit je geweldig in spanning. Sliep je slecht? Ja, we waren vanmorgen vroeg wakker. Konden niet meer doorslapen weer enzovoort, dat wel. En mijn vrouw die greep het eigenlijk nog meer aan. Gisteren hebben we hem afgehaald van het vliegveld, Schiphol. En dat is haar te veel geworden, want ze ligt nu met zware migraine in bed. De Nederlandse resultaten zijn natuurlijk bekend. Jannes van der Wal eerste, Rob Klerk tweede en Harm Wiersma, de ontroonde wereldkampioen, derde. Met de laatste twee praat Lisette Zevers nog even na. De dam wereldkampioen Jannes van der Wal gaf aanleiding in het programma van Mies Bouwman tot een van de merkwaardigste interviews die we de laatste jaren gezien hebben. Waarom is dat een vreemde vraag, Jannes? Wil je eerst een ticket zeggen of zo? Jannes is een levensgenieter, een dronkaard, een soeplap, een treinreiziger, een hoerenloper. Jannes, echt, daar kan iedereen gewoon een voorbeeld aan tippen. Met z'n allen nog eenmaal, Jannes van der Wal! Ja, dit is wel een goede stand. Dit is wel een goede stand. Vanuit een opening die alleen Jannes, vooral Jannes, nog wel durfde te spelen. Een openingsset waarmee hij in het Nederlands kampioenschap alleen maar heeft geopend. En waar hij heel succesvol mee was, maar waar de meeste andere spelers eigenlijk niet nooit gespeeld wordt omdat het veel te riskant is. Hè? Dus je durfde risico's te nemen, zou ik maar zeggen. Dat is nog een heel verhaal waarom dat riskant is, maar omdat je gewoon niet meer safety first kunt spelen, je zit al vaak in va-bankspel. Zo van, het is spannend, je kunt niet, vaak zeg je wel, kunnen dammen vergelijken met dat je in een burcht zit, hè? In een burcht dan schiet je af en toe zo'n pijltje en dan loop je zelf geen gevaar. Hè? Maar je kan ook wat, weet je, zoals vroeger de gladiatoren, je ook je eigen leven op het spel zetten. En dat heeft Jannes wel vaak genoeg gedaan, hè, in zijn toernooien. En dat kon er soms ook wel eens een beetje slecht aflopen. Maar hij heeft ook daarmee juist grote successen geboekt. En daar is hij toch wel uniek. Dus je Ja. Kan ik volmondig op antwoorden. Ik denk dat de damwereld gewoon een stuk armer is geworden. Want het was niet alleen als mensenkleurrijk figuur, maar ook speltechnisch op het dambord viel er altijd van alles te beleven. En dat missen we gewoon. Er zijn te weinig van dat soort spelers, als je het een soort kan noemen, want hij was natuurlijk een genie. In een normale dampartij heb je 2 uur bedenktijd voor 50 zetten. En als je dus die 50 zetten niet gehaald hebt binnen die 2 uur en je vlag valt, dan heb je verloren. Je hebt een keuze uit 9 zetten. Stel, ik doe deze, dat is een gebruikelijk openingsset. Dan heeft zwart ook alweer de keuze uit 9 zetten. Maar als je al die varianten hebt, dan heb je dus in no time zit je aan tientallen, honderdduizenden mogelijkheden. En dat betekent ook dat het vrijwel onmogelijk is dat 2 partijen exact hetzelfde zullen zijn, want dat kan dus eigenlijk niet. En dat geeft aan al dat het dammen is eigenlijk ook een groot avontuur.
Ik denk toch dat het gewoon ook te maken heeft met zijn. Hè? Datgene waar je mee bezig bent, het zijn in dit geval dan de schijven, dat het echt belangrijk en waardevol is. Dat alles wat je doet op elk moment is belangrijk en waardevol. Dus dat gevoel heb je dan. En die partijen die je speelt, die voor diegene die ook dan, die diezelfde taal spreekt, die, voor die persoon kan het, net als voor dichters, kan het voedsel zijn. Dat 1000 jaar later zo'n partij van Jannes naspelen en iemand heeft er talent voor, dan kan die echt met verwondering en bewondering staan kijken. God, jongen, jongen, weet je wel. Dat is echt denkbaar. Dat is geen illusie. In die zin speel je echt voor eeuwigheid. Henk Bransma, de jongen die straks hier komt zitten, die man, was dat voor een jongen? Klein. Ik heb Jannes in de tweede, derde en vierde klas gehad. En ik moet zeggen dat hij in die periode niet alleen klein was, maar in alle opzichten een beetje onopvallend. Hij liep mij echt wekenlang achterna als een hondje, dat ik gewoon echt helemaal binnen ging. En ik woonde in het centrum van Heerenveen en Jannes woonde in Tjalbert. En dan fietste die wekenlang met ons groepje meisjes mee tot waar ik af moest slaan. En dan fietste hij het hele stuk weer terug naar het dorpje. Ja, maar hij deed dat voor jou natuurlijk allemaal. Ja, maar je wou daar niet verder op ingaan, Tineke. Nee, hij was te klein. Dit is denk ik een van de eerste artikelen waarin zijn naam wordt genoemd in de Leeuwarden Courant van 14 februari 1970. En hij maakte dus al damcomposities voordat hij eigenlijk nog partijen speelde. En dat was vrij opmerkelijk, want dat had niemand hem echt geleerd. Dat had hij gewoon uit boekjes en uit de krant had hij dingen gezien. En toen was hij zichzelf in elkaar gaan knutselen. Toen was hij pas 13 jaar en dat op die leeftijd, veel mensen krijgen dat op latere leeftijd niet voor elkaar. Want die dingen die zet je dus eigenlijk van achter naar voren in elkaar. Dus je neemt een of ander eindspelletje als uitgangspunt. Een klein standje met heel weinig schijven. En dat ga je uitbouwen tot een hele grote stand, dus van achter naar voren. Onze ervaring tot dusver is dat spelers met zulke fantasie geen eendagsvlieger zijn. Dat heeft hij dan toch wel redelijk voorspeld, die Bergman.